Dat is leuk, hè? Die vuurtoren, typisch Nederland, de Noordzee, en dan komt Mexico aan ons voorbij. Ja, en kijk eens hoe leuk kleurrijk. Links voorop die hele pilaar met allemaal groenten erop. Exotische groenten die wij eigenlijk ook geïmporteerd en inmiddels in Nederland telen. Want dat is natuurlijk wel een discussie, hè? Moet je voor blauwe bessen over de hele wereld vervoeren om voor weinig geld in de supermarkt te hebben? Of moet je toch wel veel product van eigen bodem hebben, jaar rond, en daardoor aanzienlijk duurzamer bij de klant bezorgd? Ja, dat is inderdaad een discussie. Ik pleit voor seizoensgroenten. Maar goed, die paprika's die worden hier geteeld, dus daar zit weinig vervoer meer aan. En datzelfde geldt voor de venkel die je daar tussen ziet. En de komkommers, en de appels, en de witte uien. Om maar even een zijstapje te maken. Ja, ik vermoed hier een sterke keukenprinses. Houden we ook van. Kleurig. Heel kleurig. Cocktails. Beentjes. Ja. En groente en fruit, hè? Groente en fruit samen. Ja. Een hele mooie combinatie. En waar je vrolijk van wordt, dat is hier te zien. Ja. Dat is hier heel goed te zien. Ja. Kijk hoe die parasol gedaan is, hè? Ja, heel goed gedaan. Heel mooi gedaan. Ze staan lekkere beschut te spelen in de schaduw. Dus zonnesteek zit er niet in voor deze mensen. Dat kunnen ze niet krijgen. Nee. Ik zie de heliant. Ik zie de gladiool. Oranje rozen. Rode gladiolen. En daar komen de groenten. Ja, die kennen we niet allemaal. Maar nee. Paprika ken ik wel. De citroen. De ui. De ui. De komkommer. Dat zie ik ook. We zien ook net aan het logo dat dit inderdaad een gesponsorde wagen van een groentebedrijf is. Dus ja. En aan de naam kan het niet liggen. Dan moet het goed zijn. Het moet helemaal kloppen. En ook hier zien we weer dat de stoet even staande gehouden wordt voordat het boulevard op gaat draaien. En geeft ons de gelegenheid wat mooie plaatjes te schieten. Ja. Thank you.
Colegiala, 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 no sea tan copiada.